Dit is Tarik. Tarik voetbalt veel. Te veel. Zoveel dat ze een pleintje noemen. Tarik kon voor Ajax spelen, maar hij koos voor de McDonald's. Hamza is tramconducteur op lijn 1. Hij passeert Lelylaan 11 keer per dag. Hamza houdt van routine. Ridwan houdt van merk. Hij verkoopt shirtjes op Marktplaats. De beste merken van de stad komen uit zijn garage. Soesie werkt bij een hotel. Hij werkt al 2 jaar in een te groot pak. Zijn vrienden vinden dat hij op een taxichauffeur lijkt. Fozy zet wel eens een overval. Daar laten we het even bij. Bilal is leraar met een hobby. Hij geeft aardrijkskunde. Zijn favoriete land? Marokko. Zijn favoriete stad? Amsterdam. Yassin werkt bij de gemeente. Hij staat bekend om zijn precisie. En dit is Jos. Jos heeft niks met de jongens uit de buurt. Jos is een nerveuze man. Ik had jullie graag meer over Jos willen vertellen. Maar Jos gaat dood. Dood van de angst.